Dick, er is echt iets onoverwinnelijks volgens mij in jullie team. Als je ziet hoe jullie ook deze wedstrijd over de streep trekken. Ja, dat is waar. Maar we begonnen natuurlijk heel slecht. Eerste kwartier. En daar hadden we ze nog voor gewaarschuwd. Het was natuurlijk voor beide partijen ontzettend moeilijk om op een normale manier te voetballen. En PEC begon goed. Opportunistisch, weinig voetbal, lange ballen. En dan hopen dat ze ergens tegenaan lopen. En dat gebeurde. En dan sta je 2-0 achter na een kwartier. Totaal onnodig. Ja, en dan zie je toch de kracht van het elftal dat ze terug weten te komen. Wat verwijt je ploeg met betrekking tot die eerste 10 minuten? Ja, dat we alleen maar achter liepen in plaats van dat je naar voren verdedigt. En zeker met de omstandigheden, want je ziet de goals. Van Verduinen, dat was een schot en boem. Nee, dus dan moet je naar voren verdedigen. Derde goal gaven we ook veel te makkelijk weg. Ook iets naar achter lopen, of alleen maar om te draaien en schieten. Dus dat moeten we beter doen. Je ziet dat wij bij machten zijn toch om goals te maken. En ja, achteraf, als je het hele wedstrijd ziet, vond ik het ook een terechte overwinning. Ja, goede goals ook erbij. Berghuis prachtig van afstand. Die winnende van Bozenik is volgens mij ook helemaal niet zo makkelijk. Dat... Nee, maar ook de manier waarop we de tweede helft speelden. We zetten Berghuis meer naar binnen, omdat hij dan meer vrijheid kreeg. Waardoor Rick die loopacties moest maken, dus dat pakte goed uit. Waardoor hij meer vrijheid kreeg in het midden. En anders heb hij een vaste man op zich. Karstorp kwam halverwege. De naam valt nu inderdaad van Rick. Was je ontevreden over Geertruiden? Nou, Geertruiden speelde op zeker. Ja, en we stonden achter 2-1. Dus dan moet je meer risico's gaan nemen. Dus die wissel was ik al lang van plan. Daarvoor liet ik hem ook al warm lopen. Hoe is het met Sinisterre? Want dat zag er niet goed uit. Nee, dat ziet er niet goed uit. Maar ik kan niet exact zeggen wat het is. Dat weten we pas morgen. Maar de vooruitzichten zijn niet positief. Ten slotte, wat is nou jouw geheim? Want het is ongekend. Als jij was begonnen aan de competitie, de cijfers nu had Feyenoord zelfs op 1 gestaan. Geheim is dat het een goede helft is, een goede groep is. Maar wel meer dan dat, toch? Nee, ik zeg zoals ik het voel. Succes.